De schapen van Benny Vaassen uit Melick trekken in de zomermaanden over de heidevelden in Nationaal Park De Mijnweg. Overdag is de herder bij de kudde, maar 's nachts zijn de dieren alleen. Dat is hier. Dat is hier. Kom bij. Awee, is ook goed. In 2020 is aan de Duitse kant van het Maaswalm-Nettenpark voor het eerst een wolf bewezen met DNA. En op het moment lopen door heel Nederland wolven. Dus het zou me niks verbazen als er nu binnen 5 kilometer van hier ergens eentje zit. Het typische aan dit type kuddehonden is eigenlijk, het zijn ook echt kuddebeschermingshonden. Dus ze beschermen de kudde. Wat een beetje wil zeggen dat ze bij de kudde blijven. En op het moment dat er een wolf komt, dan zal die wolf er al niet snel voor kiezen om het gevecht aan te gaan. Zeker niet in zo'n mooie omgeving als deze, omdat die wolf hier heel veel prooikeuze heeft. Sinds enkele weken krijgt Benny hulp van 2 Roemeense Carpathische herdershonden, die in de nacht de wolf op afstand moeten houden. Awee! Awee, 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 awee. Ja, langzaam, hè. Om het roofdier tegen te houden is de omheining hoger dan normaal en op de schrikdraad staat extra stroom. En zo krijg ik zelf geen optater. Ik zeg, als ik op de kist ga staan, dan krijg ik zelf geen optater. Nou zou ik wel bij de draad wegblijven. Is die wolf een ramp of een zegen? Dat ligt eraan wie het vraagt. Ik vraag het aan u. Als je dan mij vraagt, is het een zegen. Maar ik realiseer me heel goed dat het voor de schapen, met name voor de schapenhouderij, als wij hun niet ondersteunen met het opzetten van een juiste preventie, dan is dat zeker voor de schapenhouders in de natuurgebieden een probleem. Ja, je voelt wel een beetje spanning, maar ik tref het tot nog toe altijd gewoon aan zoals ik het achterlaat. Maar weet dat die vroeg of laat komt, die wolf? Ja. Vroeg of laat komt die, hè? Ja, maar ik verwacht wel dat er dan dat die honden op dat moment voldoende zijn ingeleerd op de omgeving, dat ze dan ook effectief hun werk zullen doen. Ja.